In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste Frank, Kim, Luca, morgen, Joke, kinderen en kleinkinderen, familie, vrienden en bekenden ook van Jos. Hoe vind je woorden als je met elkaar in zo'n korte tijd zoveel afscheid moet nemen? Niet alleen vandaag van Jos, maar ook in die afgelopen week al van een broer van hem. Twee keer in één week binnen één gezin, maar zeker ook dat wat Jos heeft doorgemaakt om dit leven los te laten. Mogen we met elkaar dan ook steun zoeken bij elkaar? Bij elkaar in herinnering, maar ook in de verbondenheid rondom Jos. Dingen die sterker zijn dan dit leven. We mogen met elkaar hier op deze plek die herinneringen delen, maar ook dat geloof uitspreken, dat al begrijpen wij dingen soms niet in dit leven, er een antwoord is van een God die liefde is. Die liefde worden we ook gewaar in Christus leven. We zien het in het leven van Jezus steeds terug. En dat wat hij heeft willen brengen voor ons is ook licht van hoop. Dat licht brandt vandaag voor Jos. Ik wil ook zijn kleinkinderen vragen om hem daarmee nu te omringen door het ontsteken van de kaarsen. En mag ik dan nu Frank uitnodigen voor zijn gedachten. Pap, je was een echte natuurliefhebber, wat je bij mij op jonge leeftijd en bij iedereen die interesse toonde over probeerde te brengen. Over tuinieren en je bijen kon je enthousiast vertellen, ook op de fiets
Als we vroeger op de zondagochtend naar oma en best gingen, vertelde hij over alle vogeltjes, bomen en alles wat we onderweg tegenkwamen. Zondagmiddag gingen we vaak naar oma in Bokstel, waar hij na een half uurtje binnen te zijn geweest het lang genoeg vond. En naar buiten ging om door de tuin te lopen of naar de campina als het mooi weer was. Lang zitten kon je niet zo goed. Werken en klussen was een grote hobby voor je, waardoor ik ook in de elektrotechniek gerold ben. Voordat ik interesse toonde in de techniek, ging ik al vaak met je mee om een wasmachine of andere dingen te repareren. Later ging je met mij mee om grotere verbouwingen en hele huizen te installeren. We hebben samen heel wat afgeklust. Ons man was altijd de spil van ons gezin. Als we thuis kwamen, stond het eten al klaar en ze wilde alles weten over wat we gedaan hadden op die dag. Ook wist ons mam alles in goede banen te leiden, zodat onze beide eigen wijsheden niet te vaak botsten. Tot ons grote verdriet overleed ons mam veel te vroeg, op 61-jarige leeftijd, 3 maanden nadat onze zoon Luca geboren was. Na een lange tijd ziek te zijn geweest. Hierna volgde een lastige tijd voor ons allemaal en met name voor jou, pap. Je was geen man om alleen te zijn. In deze tijd kregen we de mogelijkheid om een nieuw huis te gaan bouwen waar je erg bezorgd over was. Of het wel allemaal zou lukken. Hier kwam je zuinigheid en terughoudendheid weer erg naar boven. Gelukkig wonnen we advies in bij oma Ad, waardoor we 1,5 jaar later in ons huis konden gaan wonen. Na vele uren hard werken door de 3 jongste broers, oma Ad, oma Frans en jij. En zelfs tijdens het pannenleggen waren alle broers opgetrommeld om jullie te helpen. Door je zuinigheid ook tijdens de bouw kwam je regelmatig met stukjes draad of met een oud stopcontact. Wat wij natuurlijk niet wilden hebben, maar jij nog goed genoeg vond. Tijdens deze bouwperiode kwamen er diverse dames kijken. Kwamen een kijkje nemen bij de bouw. Ook Joke kwam regelmatig langs. We dachten eerst nog uit interesse voor haar petekind Kim. Ondertussen dat we ons huis aan het bouwen waren, moesten er nog steeds kleine urgente klusjes hier her en der gedaan worden. Een van deze klusjes bij restaurant Wollerich had je een etentje aangeboden gekregen, wat je ons kwam vertellen. Kim en ik verheugden ons al dat we mee mochten. Maar je vertelde dat je Joke meegevraagd had, wat wij erg leuk vonden en daarna Joke met open armen ontvangen hebben. 2 jaar na het overlijden van ons mam werd je tweede kleinkind geboren. Onze Morgan. Je emoties waren er weer volop, maar dit keer van geluk. Je kleinkinderen waren alles voor je. Mee naar de Bedafse bergen, wandelen en klimmen in de bomen. Ook toen je later elke zaterdag Luca kwam helpen met zijn krantjes. En als Morgan terugkwam van school en zomaar even bij je binnenliep, genoot je daar erg van. Joke en jij bleken veel dezelfde interesses te hebben. Jullie pasten heel goed bij elkaar. Fietsen was jullie grote hobby. Tijdens de fietstochten die jullie samen maakten, namen jullie het liefst jullie eigen koffie mee. Om op een mooi plekje in de natuur te kunnen genieten van de omgeving en de lekkerste koffie. Die op het terras is nooit zo lekker als onze eigenste, was je uitspraak. Als wij vroeger terugkwamen van vakantie, waren je woorden vaak: het is hier te Gokscon, ik ben blij dat ik weer thuis ben. Maar Joke heeft je ook meegenomen op verre reizen, helemaal naar Californië, waar vrienden van Joke woonden. Bij terugkomst bleek dat er toch meer mooie plekken op de wereld waren dan je eigen omgeving. Dit jaar hebben jullie samen met jullie vrienden een prachtige fietstocht gemaakt door Frankrijk, van enkele honderden kilometers. Voor het eerst met die elektrische fiets. Enkele jaren geleden zei je nog dat je geen elektrische fiets hoefde, met de uitspraak: ik ben toch geen oude manneke, ik kan het nog handig. Tijdens deze vakantie hebben jullie enorm genoten. En ben je nog met 50 km per uur
op de fiets afgedaald. Dit was de eerste keer dat je thuis kwam en zei, ik kan goed nog wel langer kunnen blijven. Na deze vakantie kreeg je steeds meer klachten. Je zei steeds dat het aan je gewrichten lag en dat het wel ouderdom zou zijn. Ondanks al je klachten was je nog zeker van plan om boven in de boom te klimmen, om je lekkere notarisappeltjes te plukken. Begin september belde Jochem me op en vroeg of ik iets opmerkte aan ons pap, waar ik even over moest denken. Ik sprak je bijna elke dag, maar meestal aan de telefoon. En ik moest wel zeggen dat je wat vergeetachtig was geworden. Dat is niks voor jou. We maakten ons wel zorgen. Joke is toen met je naar de huisarts gegaan. Op 14 september ging je naar het ziekenhuis. En mocht je na 2 nachtjes met medicijnen weer naar huis. Het zou snel beter met je gaan. Helaas bleek dat niet het geval. Je moest op 22 september weer terug naar het ziekenhuis, waarna je niet meer thuis bent geweest. Met heel veel verdriet hebben we afscheid van je moeten nemen in de hospice Dommerode, waar je slechts 5 dagen bent geweest. Je was erg gelovig. Je ging vaak naar de kerk. Ik weet zeker dat er een mooi plekje voor je is, waar je met ons mam, oma Ad en alle andere overleden die je dierbaar zijn geweest, terug kunt kijken op een mooi leven. Ik kan alleen maar terugdenken aan een hele fijne vader die altijd klaar stond om te helpen. Bedankt pap. Bedankt voor alles. Het is nog zin, zou je woorden zijn. En wanneer afscheid ons overkomt en misschien zelfs ook overvalt, mogen we terugkijken en zien dat er toch ook bij het afscheid losse eindjes zijn. We mogen ze samenvatten tegenover God en elkaar in het bidden van onze schuldbelijdenis, om daarna ook vanuit een goede geest en verbonden samen hier afscheid te nemen. En daarom zeggen we, ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, al engelen en heiligen en u broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen die Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden naar het eeuwig leven.
Laat ons bidden. Goede God, ons verdriet is groot nu wij afscheid nemen van Jos. Maar we zijn ook naar deze plek gekomen om u te danken voor al het goede dat hij ons bracht en nog brengen zal. Want wij geloven dat leven sterker is dan de dood en dat het licht de duisternis overwint. Jos zal blijvend in ons midden zijn. Mogen ons samen zijn hier en nu, ons verdriet draaglijk maken, onze pijn om het afscheid verzachten en ons geloof in u versterken. Amen. We gaan samen luisteren naar de eerste lezing. Ik mag Kim uitnodigen om die aan ons voor te lezen. De oude boom. Op het dorpsplein stond een boom. Hij stond daar al vele jaren en deelde het leven van vogels, huizen en mensen om zich heen. En hij gaf de tijd aan van zomer en winter, van wisselende seizoenen in het dorp. In het voorjaar zong hij groen omkranst. Nu is het lente. De vogels komen weer in mijn nestelen. In de zomer bood de boom schaduw aan mensen die onder zijn takken neerzaten en daar het lief en leed van hun kleurrijke levens met elkaar uitwisselden. In de herfst sierde de boom het dorpsplein met warme kleuren die tot mijmeren uitnodigden en tot omzien in dankbaarheid. En in de winter stak de boom stoer en vertrouwenswekkend af tegen een ijle vrieshemel. De boom was in de loop van veel jaren een deel van het dorpsleven geworden, verweven met de levens van velen. Totdat de boom moe en oud geworden was. Zijn levenssappen gingen verliezen, zo ook mensen dat doen. De dorpstuinman die erbij geroepen werd, zag het. Zijn dagen van groei en bloei waren geteld. Maar hoe dankbaar mogen we niet voor al die dagen zijn, sprak hij tot de mensen in het dorpsplein. En, zei hij, de plaats van de oude boom zal geen lege plaats in ons midden zijn. Uit zijn zaad groeien jonge scheuten die straks willen doen wat de oude boom gedaan heeft. Schaduw en houvast bieden. Voorjaar aankondigen en tot wijsheid uitnodigen in de herfst. En zo werd op het dorpsplein nieuwe bomen nakomelingen geplant. En in het voorjaar zag je, ja, het zijn bladeren. Als die aan de oude vertrouwde boom. En in de winter die volgde, zag je hoe jonge boomkruinen zich tegen de hemel aftekenden, zoals de oude boom dat vroeger had gedaan. En er kwamen ook vogels in hun takken nestelen, want de jonge bomen waren gastvrij en deelden van harte hun leven met velen, met de vogels en mensen, grote en kleine. Thank you.
De Heer zal bij u zijn. Lezing uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. Wat een geluk als je niet vastgeroest zit aan je bezit, niet bezeten bent van hebben en houden. Wat een geluk als je niet oppervlakkig over de ernst van het leven heen leeft, maar wat dieper durft te graven. Wat een geluk als je bescheiden kunt zijn en niet meer beweert dan je bent en waar kunt maken. Wat een geluk als je opkomt voor recht en gerechtigheid en je inzet voor een leefbare samenleving. Wat een geluk als je een mild mens bent en bereid bent vergeving te geven en te ontvangen. Wat een geluk als je hart eenvoudig is en je jezelf niet anders voordoet dan je bent. Wat een geluk als je vrede brengt daar waar mogelijk is. Wat een geluk als je ondanks pijn en moeite voor overtuiging durft uit te komen en niet met alle winden meewaait. Ja, wat een geluk. Want zulke mensen zijn een zaligheid. Ze zijn thuis bij zichzelf, bij God en bij de mensen. En bij zijn beeld en gelijkenis, Jezus van Nazareth. Zo spreekt de Heer. Dan mag ik dan Rick hem alleen uitnodigen voor de woorden van Gijs. Het volgende stuk heeft Gijs geschreven, ook namens zijn broers Rick en Jaap. Lieve Jos, lieve opa Jos. Een goede 15 jaar geleden leerden we jou kennen. Een paar jaar eerder had je helaas je vrouw Jeanne verloren. Erg triest, het deed je heel veel pijn. We hebben haar helaas niet gekend, maar het moet een ontzettend lieve vrouw geweest zijn als we jouw verhalen mogen geloven. Op feestjes van jullie Frank en Kim kwam je aan de praat met ons mam, die al jaren eerder haar man en ons pap Anton verloren was. Jullie konden het goed met elkaar vinden. De eerste echte date met z'n tweetjes was er meteen eentje om u tegen te zeggen. Een etentje bij Wollerich, een sterrenrestaurant. Je was uitgenodigd door de eigenaar, voor wie je regelmatig klusjes deed, en koos ervoor om ons mam mee te nemen. Dit was voor ons het eerste moment dat we hoorden dat er iets aan het ontstaan was tussen jullie. We gunden het jullie beiden enorm dat de leegte die bij jullie was ontstaan na het verlies van jullie echtgenoten op deze manier een beetje opgevuld kon worden. Na het eerste etentje volgden er fietsafspraakjes. Een gezamenlijke hobby die je natuurlijk veel beter samen kunt beoefenen dan alleen. Gekscherend werd je al fietsvriend van Joke genoemd door de familie van Kessel. Maar dat bleef niet bij een fietsvriend, want we zagen jullie steeds vaker samen. Langzaam maar zeker leerden we jou daardoor ook steeds beter kennen. Je kwam op ons over als een rustige, respectvolle en nette man die altijd heel lief was voor ons mam. Maar we leerden je ook kennen als een bezige bij. Op de zondagen wel alle tijd om lekker te fietsen, maar door de week nog iedere dag aan het werk. Je baalde er zelfs van als we met de familie iets afspraken op een zaterdag, want die dag was eigenlijk ook gereserveerd voor de klusjes. Iedere andere dag van de week ging je, ondanks dat je al met pensioen was, op pad met de auto, je kenmerkende overal en je kistje met gereedschap. Ook ons mams huis in Vorstenbosch heb je flink opgeknapt. Het hele huis is verbouwd onder jouw regie, tot en met een nieuwe overkapping toe, die je vorig jaar nog helemaal samen met je broer en klusmaatje Ad hebt gemaakt. Wat waren we geschokt toen we hoorden dat Ad vorige week plotseling was komen te overlijden. Enorm triest voor Mia, de kinderen en de hele familie van Laarhoven. En we wensen hun via deze weg veel sterkte met dit enorme verlies.
Naast de klusjes bij ons mam stond je natuurlijk ook altijd klaar om te komen klussen bij je eigen familie en vrienden. Maar ook bij je nieuwe familieleden, bij ons. We wisten je steeds beter te vinden als er in huis wat stuk was of als er iets gemaakt of verbouwd moest worden. Elektronica waren je favoriet en wasmachines in het bijzonder. In de hele regio heb je wasmachines gerepareerd met onderdelen die je zelf uit afgedankte machines gehaald hebt en bewaarde in je garage. De enige wasmachine die je niet hebt kunnen repareren was die van ome Peter en tante Els. Maar dat was ook niet zo gek, want toen je die machine opende bleek dat er helemaal geen motor meer in zat. Daar hebben we nog vaak smakelijk om gelachen. Alle mechanische of elektronische apparaten wist je weer aan de praat te krijgen. En je was zelfs een beetje beledigd als je hoorde dat we iets nieuws gekocht hadden, zonder jou te vragen of je het oude nog kon repareren. Dat is toch zund, ik had nog wel wat liggen. Nee, de wegwerpmaatschappij heb jij zeker niet bedacht. Jij bewaarde zowat alles, want wie weet komt het nog ergens van pas. Je garage was daardoor geworden tot een waar museum. Helemaal vol met reserveonderdeeltjes, gereedschappen, noem maar op. Een geordende chaos noemden we het altijd, want ondanks dat het van onder tot boven volgestouwd was, was het er zeker geen puinhoop. Je wist altijd alles zo te pakken. In de samenwerking met ons tijdens het klussen ging het soms wel wat lastig, want ja, een beetje eigenwijs was je natuurlijk wel. En eigenwijsheid is ons ook niet vreemd, dus dat gaat soms niet zo goed samen. Als je kwam helpen, moest het precies op jouw manier, de enige goede manier. Uiteindelijk kwam het toch altijd wel goed en klaarden we de klusjes naar ieders tevredenheid. We zijn enorm dankbaar voor wat je allemaal voor ons hebt gedaan, Jos. Je stond ook voor ons altijd klaar. Klussen en met je handen bezig zijn, dat waren zoals gezegd je lust en je leven. Feestjes, familiebijeenkomsten en grote groepen, die vond je vaak maar ongemakkelijk. Het liefst zat je ergens op een rustig plekje, met naast je iemand met wie je één op één kon praten over iets technisch of over een andere hobby. De natuur speelde daarin een belangrijke rol. Je had een enorme moestuin achter in je tuin met allerlei soorten groenten. Van sla tot tomaten, van aardappels tot bonen. Op tijd zaaien, onkruid wieden, water geven, oogsten, er was altijd wel wat te doen. En ook hierin was je erg zuinig. Nieuwe zaden kopen, dat was eigenlijk uit den boze. Aan het eind van het seizoen zaden overhouden, dat was toch veel beter. Toen je de laatste 15 jaar steeds vaker in Vorstenbos te vinden was, waar je bij ons mam ook vaak in de tuin hielp, toen wist je nog steeds je moestuin in de boskant uitstekend bij te houden. Er gaat niks boven eten uit eigen tuin. Ook van je eigen appels kon je enorm genieten. Samen onderweg bij het fietsen een bakje koffie uit de thermoskan en dan lekker een eigen notarisappeltje uitsnijden en samen opeten. Het toppunt van genieten. En dan was daar natuurlijk ook nog je andere passie, de bijen. Ook daar kon je uren over praten. Soms hoorden we dat er volken de winter niet overleefd hadden. Een andere keer was een volk gaan zwermen. Met kunst en vliegwerk slaagde je er altijd weer in om ze te vangen. Zelfs nog afgelopen zomer, toen je hoog op de ladder klom om boven het hoofd een volk te vangen. Nee, hoogtevrees was jou vreemd. Onze mam keek maar even gauw de andere kant op, want die was veel te bang dat je zou vallen. Als de honing dan klaar was, was het tijd om te slingeren. We zijn heel blij dat we deze zomer nog bij je in de boskant zijn geweest om te zien hoe je dat deed. Prachtig om te zien hoe je de raten opensneed en hoe na het slingeren de gouden honing uit de centrifuge de emmer inliep. Je deelde de honing graag uit aan iedereen. We waren altijd weer blij als er een potje onze kant op kwam. Je was ook een man van gewoontes. Gelukkig weinig slechte gewoontes. Van die gewoontes kon vaak moeilijk afgeweken worden. Een krantje bij het ontbijt. Op gezette tijden koffie met een koekje. Vanillevla na het eten. Om 8 uur het journaal en lekker friet halen op zondag. We vonden het altijd wel grappig als we bij jullie waren op zondag tegen etenstijd en dat je dan tussendoor spontaan liet vallen dat het je wel wat leek om friet te gaan halen. Er waren weinig zondagen dat je geen friet met gehaktbal speciaal had, maar het bleef toch een soort verwennerij. Zoals gezegd ging je ook graag fietsen. Als het enigszins kon, dan bleef de auto staan en pakte je de fiets. Mooie tochtjes over de Maashorst, in de omgeving van de boskant of ergens ertussenin.
Regelmatig gingen jullie samen een paar dagjes erop uit. Ergens in Nederland een paar nachten gereserveerd bij een Van de Valk hotel of vrienden op de fiets. Fietsen achter op de auto en dan even lekker weg. Met jullie beide drukke agenda's en sociale levens was het soms lastig om dit te plannen, maar als er enigszins mooi weer in het vooruitzicht was, dan lukte het toch regelmatig om op zo'n soort mini-vakantie te gaan. Steeds weer een ander mooi plekje van Nederland ontdekken. Altijd ergens waar je mooi kon fietsen. Koffie, boterham, appeltje in de fietstas en dan een mooie tocht maken van een kilometer of 60. 'S Avonds lekker eten, wat wil je dan nog meer? Soms lieten we wel eens het woord elektrische fiets vallen. Voor een man van ver in de 70 geen overbodige luxe, zou je zeggen. Maar nee, die had je nog echt niet nodig. Met ons mam heb je de laatste jaren ook, ook meerdere andere reizen gemaakt. Bij Betsy en Chris was je met ons mam een graag geziene gast. Of het nou in Uden was, in Zuid-Frankrijk of in Californië. Waar je vroeger niet zo'n reiziger was, kon je hier nu ook enorm van genieten. Afgelopen juli waren jullie nog heerlijk in Frankrijk bij Betsy en Chris. Jullie hebben er prachtige fietstochten gemaakt. Toen je na een goede 2 weken thuis kwam, zei je zelfs dat je best nog langer had willen blijven. Nou, dat zegt toch veel. Wat waren we geschrokken toen we hoorden dat je een paar weken geleden opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Er bleek iets goeds mis te zijn. Je had een hersentumor. Je ging snel achteruit en we voelden ons machteloos. Toen we hoorden... Toen we hoorden dat behandeling niet meer mogelijk was. Erg zielig en triest om te zien hoe zo'n sterke man als jij, die nooit ziek was, in korte tijd geveld kan worden. Gelukkig heb je de laatste paar dagen nog in het hospice in Rooi door kunnen brengen. Je bent daar fantastisch ontvangen en verzorgd. Waarvoor grote dank. Toen we je maandag bezochten, kon je niet veel meer zeggen. Maar je maakte duidelijk dat je ons nog kende. En bij het afscheid perste jij nog een zacht: hou doe uit. Die zullen we nooit vergeten. Jos, je was een trotse man. Trots op je overleden vrouw Sjan. Trots op je zoon Frank en je schoondochter Kim. Trots op je kleinkinderen Luca en Morgan. Trots op je familie en op je vrienden. Trots op ons en onze kinderen. Voor wie je een echte opa was. Lieve Jos, we zijn ook heel trots op jou. Je hebt ons mam een aantal fijne jaren bezorgd die ze haar nooit meer zullen afpakken. En we zullen je enorm missen. Houdoe. En naast woorden van herinnering mogen we hier ook woorden van geloof en vertrouwen vinden. Die leggen we neer in onze voorbeden bij God. Mag ik dan morgen Jasmijn en Jaap vragen om die samen nu aan ons voor te lezen. Heer, onze God, wij danken u voor alle mooie en fijne herinneringen aan opa Jos. En voor alle vriendschap die wij van hem mochten ontvangen. Hij was een mens om van te houden. Een doorzetter die van het leven en van het werken genoot. Laat ons zingend bidden. Heer onze God,
Laten wij bidden voor alle van wie opa Jos tot op het laatste moment heeft gehouden. Met wie hij een lange tijd gelukkig heeft mogen leven. Met wie hij zorg en lach heeft gedeeld. Die de leegte die hij achterlaat voelen en verder moeten zonder hem. Laat ons zingend bidden. Heer onze God, wij bidden u dat wij ons altijd verbonden weten en voelen met moeder aarde, uw schepping. Dat wij ontzag, eerbied en respect hebben voor alles wat leeft en de aarde ons te bieden heeft. Dat wij het kleine en kwetsbare waarderen en niet vertrappen. Dat u en iedereen vreugde kan scheppen uit wat u gemaakt heeft. Laat ons zingen en bidden. Heer onze God, ook vragen wij uw steun voor allen die door ziekte beperkt zijn en vele zorgen hebben. Ook willen wij bidden voor de overleden familieleden en vrienden die we nog zo graag in ons midden hadden gehad. Met name broer Ad, die nog maar zo kort geleden is overleden. Jan, de vrouw van Jos en Anton, de man van Joke. Dat zij met elkaar delen in een leven zonder einde. Laat ons zingend bidden. En een naam zegt zoveel meer dan alleen wie iemand is. Het dekt ook een hele levensweg. We mogen dan ook zeker de naam van Jos levend houden in ons midden. We doen dat niet alleen in onze herinnering, maar ook op deze plek, waarop we een kruisje met zijn naam geschreven een eigen plaats geven, wetend dat we met hem verbonden blijven over deze dag en dit afscheid heen. Daarom willen we dat kruisje nu naar achter brengen, naar de plaats bij de anderen, zijn naam optekenen in het boek van het leven. Daarbij kunnen we onderweg luisteren naar de muziek van Rick.
En mogen dan met elkaar hier ook een teken stellen van hoop en vertrouwen voor de viering van de Eucharistie. Daarvoor brengen we nu brood en wijn naar het altaar toe. Uitdrukking van hoop dat leven sterker zal zijn dan de dood. U kunt zich daar in de kerk bij aansluiten in onze collecte. Daarbij ontvangt u een gedachtenisprentje van Jos. Blijvende herinnering aan hem voor thuis en voor later. Bid dan, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van onze, van heel zijn heilige kerk. God, wij brengen u vandaag onze gave voor Jos. Wij vragen u hiermee, laat hem een thuis vinden bij u. Op wie in zijn leven vertrouwen heeft willen stellen, als op een liefdevolle verlosser, Jezus Christus, onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Hij is degene die de dood heeft aanvaard om alle voor de dood te behoeden. Meer nog, hij heeft willen sterven, opdat wij alle voor eeuwig voor u leven. Daarom met de koren van engelen loven en aanbidden wij u, en we zingen u toe met de woorden.
Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart. U hebt ons tot leven geroepen. U hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Wij kunnen niet vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Eén bleef met u in overgave aan uw wil. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd door onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden, tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Hij heeft het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar uw God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neem deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Kondigen wij het mysterie van het geloof. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat hij komt. Trouw aan dit woord gedenken we Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis, de glorie van zijn hemelvaart. Vol vertrouwen zien wij uit naar zijn wederkomst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Aanvaard door hem deze gaven en vervul ze van uw leven. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart, sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw Heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar, geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan onze Vader de Paus, aan onze bisschop en aan allen die u als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart en blijf trouw aan allen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, met de apostelen, martelaren, de heilige Lambertus en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw goedheid en brengen wij u onze dank. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
Heer Jezus Christus, uw woord voor mensen is vrede. Let dan niet op onvrede in ons, maar op geloof en vertrouwen. Vervul hier die belofte. Geef vrede, troost en kracht in uw naam. Maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. Vrede van onze Heer zij altijd met u. Amen. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Zalig zijn ook wij nu wij genodigd worden in die maaltijd van onze Heer, zie dan het Lam van God, dat al wat kwaad is van de wereld wegneemt. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond.
Laat ons bidden. Goede God, u die waakt over het begin en het einde van alle dingen, u die de mens bewaart bij leven en in dood, u hebt dit leven tot voltooiing gebracht. Bemoedig ons in het vertrouwen dat u Jos zult bewaren in uw liefde, vandaag en tot in eeuwigheid. Amen.
Beste mensen, voordat we nu zometeen weggaan, willen we hier eer brengen aan Jos, die ons in de dood is voorgegaan. We eren daarbij zijn lichaam dat ons 80 jaar vertrouwd was, als het bezielde teken van een mens die wij lief hadden en aan wie wij gehecht waren. Meer dan zijn lichaam is ons zijn naam gebleven, die naam spreken we hier uit met eerbied en genegenheid, Jos van Laarhoven. En we bidden God, herinner u zijn naam die hij van mensen ontvangen heeft en waarin hij gekend wordt, ook al is hij gestorven. Zijn naam die gij geschreven hebt in de palm van uw hand. Jos, zo mochten wij je kennen aan het begin van je leven, kreeg je die naam. Water en leven was er voor je toen je werd gedoopt, toen je naam voor het eerst klonk. Met water en leven zegenen wij je, nu je leven is voltooid, een nieuw teken van onze hoop. Opnieuw leven in het land achter de horizon. Jos, wij omringen je met wierook, zoals wij je met liefde en aandacht hebben omgeven tijdens je leven. Je zult ongrijpbaar als rook blijven leven in ons hart. En zoals deze rook opstijgt, zo gaan onze gedachten, gebeden met jou mee naar de levende God. En we bidden daarbij, God van het leven, wij vertrouwen Jos aan u toe. We stellen hem onder uw zegen. We bidden u dat hij levend bij u mag waken over ons. Neem hem aan uit onze handen, bewaar hem in uw hand en in ons hart. En zoals jullie het samen deden, Jos, aan het begin van iedere grote reis, belangrijke reis, mochten we samen twee wezen groeten voor jou bidden, dat ook jouw reis naar God een goede zal zijn en je thuis komt bij hem. En bidden we daarom, wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dames en heren, namens Frank, Kim, Luca en Morgan, Joke, haar kinderen en kleinkinderen, wil ik u allen van harte danken voor alle
wensen, bloemen, kaarten, voor alle steun die zij de afgelopen dagen hebben mogen ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. Zo dadelijk zal Jos uitgeleide worden gedaan hier in de kerk en zal hij in een hele kleine besloten kring begeleid worden naar het kerkhof in Boskant. En daar zal Jos begraven worden bij zijn vrouw Jan en overige familieleden. Voor de mensen die een uitnodiging hebben gehad om straks een kop koffie en een broodje te nuttigen bij de gasthuishoeve in Boskant, die mensen wil ik er nog even op attenderen dat er gevraagd zal worden naar uw QR-code. Nogmaals namens de familie hartelijk dank. En mogen we dan nu van hier weggaan in Gods vrede om Jos, die wij hier voor het laatst in ons midden mochten hebben, weg te dragen naar die plaats waar we hem uit handen zullen geven en waar we hem toevertrouwen aan de levende God. Mogen onze gedachten en gebeden met hem meegaan en mag diezelfde God ons de zegen, de kracht geven die wij nu nodig hebben. En zegen ons zo, de Almachtige God, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen.